Welkom bij deel 2 van het diagnose stellen aan de Yamaha RS6. Nou, ik had hier dus al nieuwe verse benzine in gedaan. Dan luister even of de brandstofpomp goed werkt. Nou, die hoef ik al niet meer te luisteren, ik heb er gisteren op gereden. Dus als die brandstofpomp niet zou werken, zou die niet gereden hebben. Gisteren viel mij aan het beeld van de uitlaten op dat deze pijp, te weten nummer 1 vanaf hier gezien, rood gloeiend was ten opzichte van deze, deze en deze. Dat betekent dus een veel te arm mengsel wat hij afgeregeld had. Maar als ik dan eenmaal met de diagnose bezig ben, dan kijk ik ook even verder als mijn neus lang is. En wat doe ik dan met een materiaal dat zachter is dan het originele materiaal? Check ik kwetsbare onderdelen altijd na. Dus als ik geen krassen wil maken op wat voor onderdeel dan ook, dan pak ik gewoon een satéprikker of iets dergelijks. En dan kun je namelijk hier de demping controleren van de valstroomcarburateur. Dit gaat met hoe de hoeveelheid stroming gaat deze meer of minder in- en uitwerken. Deze precies zo. Nou, die dingen hebben een bepaalde weerstand. Nou ja, dus een kwestie van fingerspitsengevoel. Maar dat is eigenlijk wel 9 van de 10 keer geen probleem. Wat je dan even kunt doen is ook de naald controleren. Als het ding lang gestaan heeft, wil er wel eens oxide aan zitten. En vooral deze carburateur, die heeft het altijd het zwaarste te pakken. En waarom is dat? Omdat de standaard aan deze kant zit. En de standaard die helt extreem veel naar links over. Dus het water blijft altijd in deze carburateur achter. De rest van de carburateurs die ziet bijna geen water. Maar hier blijft, als het water in de tank zit, dus altijd ja, vocht achter, omdat benzine lichter is als water. Dus deze is altijd als eerste de sjaak, om het maar even zo te zeggen. Vervolgens hebben wij nog een andere controle. Jammer dat ik weer geen drie handen heb. Als je namelijk vol gas geeft en je doet deze schuif omhoog, dan kun je namelijk in de carburateur kijken. Ik probeer het even voor elkaar te krijgen, dus ik ben zo bij u terug. Nou, daar was ik dan eventjes weer. Kijk, als u dan deze controle gedaan hebt visueel. Deze zie je al dat hij niet goed is. Of een lekke klepper staat omdat hij terugsputtert. Of hij heeft een, ja, gewoon geen goed binnenwerkje meer. Een o-ring die gaar is of een niet goed afsluitende flatter. Maar kijk, wat schetst mijn niet al te grote verbazing. Hier doe ik dus gewoon even twee satéprikkers in, zodat je hier ruimte krijgt. En als je dan goed onderin kijkt, ik weet niet of je het hier kunt zien. Hier kun je het niet goed zien, maar hier is ook niks aan de hand. Maar deze, die staat gewoon helemaal vol met benzine. Eens even kijken, ja, een beetje lastig zo. Ik denk dat je het nu wel kunt zien. Als je daar onderin kijkt, dan ziet je gewoon dat die helemaal vol met benzine staat. Toen ik even kan inzoomen zo. Deze kleppen die zijn dus gewoon dicht. Dus dat geeft in elk geval aan dat deze kleppen niet lek zijn. Maar er staat gewoon een plas benzine onderin de derde cilinder. Als dit de derde cilinder is, tenminste, ik weet niet vanaf welke kant ze bij een Yamaha de eerste en de zoveelste cilinder checken. Dat is zelfs bij auto's nog verschillend. Bij een Peugeot schijnt dat ook weer net andersom te zijn. Dus niet vanaf de distributiekant bekeken. Maar dit doet nou niet echt ter zake. Hier zit nou een ding in. Deze carburateur zou professioneel gereinigd zijn, nog geen half jaar geleden. Maar er is duidelijk iets misgegaan met de montage of iets dergelijks. Deze laatste cilinder, hier staat ook behoorlijk wat benzine onderin. En dan laat je hem gewoon even een tijdje op contact staan om te kijken of alles goed is. En dan krijg je vanzelf dit soort waterplassen onderin de cilinder. Pas daarmee op als je de motor start, maar dan kun je een behoorlijke waterslag krijgen door dit soort acties. Hier staat echt een dikke plas met benzine in, zoals u misschien kunt zien. Ja, een beetje jammer dat het niet heel duidelijk is, maar u snapt wat ik bedoel. Helemaal onderin kijken.